Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem. Ze moeten verschijnen bij een volkstelling van keizer Augustus. Het is al laat en Jozef en Maria zoeken onderdak. Hoe voel je je, Maria? Oh, Jozef. Ik denk dat het niet meer lang zal duren. We zullen snel onderdak moeten vinden voordat de nacht invalt. Ja. Maria, laten we hier aankloppen bij deze herberg. Ja. Goedenavond. Waarde herbergier, wij zoeken een slaapplaats voor de nacht. Zou u ons kunnen helpen? Het spijt me, maar mijn herberg zit helemaal vol. Ik kan u geen plaats aanbieden. Maar mijn vrouw is hoogzwanger. We kunnen toch niet in de kou slapen? Dan heb ik alleen nog een plaatsje in de stal. Bij de dieren, in het zachte stro. De herders zitten buiten, bij de schapen in het veld. Opeens is daar een engel, die aan de herders iets vertelt. Herders, herders, o herders, schrikt u niet. Want wat ik vertel is juist heel fijn. Er is een kleine baby, een kindje geboren, die de zoon van God zal zijn. En dit klinkt misschien nog mal, maar het is echt waar. Hij is geboren in deze stad. Dag, kinderke. Wij zijn twee herders. Een engel vertelde ons van het heugelijke feit van uw geboorte. Ja, en we hebben een warme schapenvacht voor je meegebracht, zodat je het minder koud hebt. Heel attent. Dank u. In de stal waar Jozef en Maria onderdak hebben gevonden, wordt het steeds drukker. Ook de drie koningen zijn door de engel ingelicht over de geboorte van het kind. Wij zijn de drie wijzen uit het oosten. Ik ben koning Kasper en ik schenk jou mirre, symbool van onsterfelijkheid. Ik ben koning Melchior. En ik schenk u goud. Dat staat symbool voor de wijsheid. En ik ben koning Balthasar en ik heb hier ook meegenomen. Symbool voor de overpeinzing. En het ruikt ook nog heerlijk. Jozef en Maria zijn nog steeds in hun kerststal. Opeens verschijnt een helder licht en een engel daalt neer. Oh, wat een gezelligheid. Dit blijven toch de leuke dingen. Je zou er spontaan van gaan zingen. Nu zijt welkom, Jezus lieve Heer. Gij komt van al zo